In deze laatste editie van onze serie, in verband met de Internationale Dag van de Vrouw, praten we met de gedreven en jonge advocaat Serena Munslag-Esset. Munslag-Esset zegt dat deze dag een reflectie is op het verleden, met het oog op wat de toekomst voor de vrouw in petto heeft. Vanuit het rechtswetenschappelijk perspectief blikt de advocaat terug op een bijzondere positieve groei van, voor en door de vrouw. Vrouwen waren voor langere tijd handelingsonbekwaam, wat zorgde voor een achterstand. Anno 2024 is de enige barrière die een vrouw zou kunnen hebben om niet succesvol te zijn, de barrière die ze zichzelf opwerpt, zegt Munslag-Esset. Dit spreekt juist van de groeiende en sterke positie waarin vrouwen zich bevinden. In haar professie kan de vrouw dezelfde kansen benutten die voor een man zijn weggelegd. En ik denk dat wanneer wij de handelingen plegen die het doel vereist, de discipline opbrengen, de vastberadenheid hebben om die doelen te realiseren, wat mij betreft is de sky the limit voor de vrouw. Dus hoe ga ik om met die obstakels? Dat zijn wat mij betreft obstakels die gelden voor zowel man als vrouw. En daarmee moeten we omgaan door gefocust te zijn en de discipline op te brengen, zodat wij die doelen kunnen realiseren. Een balans vinden in hetgeen je doet is in elke situatie anders. Het is voor alle vrouwen belangrijk om na te gaan wat dat in haar situatie is. Daarom vindt de advocaat het zaak dat vrouwen werken aan de voor hun geldende stappen om hun doel te realiseren. Dus wat mij betreft is balans een heel persoonlijk ding. En moeten we niet gaan proberen om elkaar te oordelen, om in een box te zetten en of te plaatsen. Maar we moeten gefocust zijn op eigenlijk het pad dat wij voor onszelf hebben gesteld, zonder elkaar te vergelijken met elkaar en elkaar te oordelen op wat we doen. En een van de personen die ik heel erg inspirerend vind als vrouw, is Queen Elizabeth I, die eerste, dus niet die onlangs is overleden. Maar Queen Elizabeth I, die heeft geleefd in de jaren 1500, 1600. En die was een fantastische koningin geweest voor Engeland in een tijd waar vrouw zijn echt moeilijk was. Als we vergelijken hoe de vrouw nu leeft met hoe de vrouw toen leefde, zijn we echt nu in een bevoorrechte positie. En een van de dingen die zij gezegd heeft is, though the gender to which I belong may be considered weak, you will nevertheless find me a rock that bends to no wind. Met andere woorden, ongeacht wat mensen mogen denken, ongeacht de obstakels, het ligt aan onszelf om vastberaden te zijn, om de doelen te realiseren die wij voor ons gesteld hebben. Munslag-Esset besluit met de motivatie aan elke vrouw om elke stap voor te zetten voor het realiseren van de gestelde doelen. Dit hardwerkend op een zelfstandige wijze.